Het project Museumnacht is afgelopen zaterdag voor de vierde keer gehouden. Dit concept is in 1977 wereldwijd ingesteld door de International Council of Museums. Op initiatief van het Rumhuis van SAB is het concept 3 jaar geleden in Suriname geïntroduceerd. Het voornaamste doel is de Surinaamse gemeenschap bewuster te maken van hun eigen cultureel erfgoed. Dit jaar hebben meer dan 10 Surinaamse musea deelgenomen aan dit evenement. Onze nieuwsdienst nam een kijkje in het laboratorium van SAB. Als u voor u kijkt, hebben we een gaschromotograaf. Gaschromotograaf. Deze meet de chemische samenstelling in het product en hoeveel erin zit. Dus methanol, propanol, isoamiel alcohol. Hij meet het en hij gaat de waarde aangeven hoeveel erin zit. Dit is het belangrijkste, want we hebben methanol, is een giftige stof. En hij moet voldoen aan de norm. Hij moet voldoen. Wanneer dit goed is, en al daarna alles, want als dit niet goed is, hebben we geen tasting. Dit moet goed zijn. Als dit goed is, hebben we daarna een tasting. Die tasting houdt in dat er wordt gelet op kleur, geur en smaak. Ook de maritieme autoriteit Suriname MAS heeft deelgenomen aan de museumnacht. Daphne Le Couvreur van de afdeling marketing en communicatie vertelt waarom de MAS heeft geparticipeerd aan dit evenement. Het Maritiem Museum is echt alleen met items over wat ze in de scheepvaart gebruiken. Dus wat we hier in het museum hebben gedaan, we geven nu een voorstelling van hoe het aan boord is van een schip. We staan nu in het stuurhuis. Dat is de werkplek van de kapitein. Toch? U ziet het stuurwiel hier. U ziet zijn werktafel hier, waar hij bezig is zijn route uit te stippelen. Dus wij willen u echt wel het idee geven dat u aan boord bent van een schip. Daphne Le Couvreur van de Maritieme Autoriteit Suriname. Samen met diverse andere organisaties heeft MAS geparticipeerd aan de vierde museumnacht die afgelopen zaterdag is georganiseerd. Te oordelen naar de goede opkomst van het publiek kan geconstateerd worden dat het evenement succesvol was. U blijft afgestemd na de break het buitenlands nieuws.